zo genoten van deze optreden. En jullie hebben al zo luid meegedeeld. Maar gaan we jullie vragen om deze nog één allerlaatste keer mee te zingen met ons, samen. Marit Bosman. Een hele fijne goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video van mij. Leuk dat je een video hebt aangeklikt. Vandaag is een hele bijzondere dag. Vandaag zijn de allerlaatste concerten van Like Me in het Sportpaleis en überhaupt de allerlaatste keer dat Like Me optreedt. En daarna is de serie afgelopen. Dus dat is echt super jammer. Dus het is vandaag echt een hele gekke dag. Het is dat ik Like Me ga zien is wel leuk, maar dat het de laatste keer is, ja, dat is wat minder leuk. Maar ik ga jullie sowieso meenemen, ook voor de mensen die er misschien niet bij kunnen zijn helaas. Of voor de mensen die er wel bij konden zijn, maar gewoon nog even willen nagenieten. Ik ga jullie gewoon de hele dag meenemen. Het is op dit moment 7:45. Ik ga zo die kant op. Er zijn vandaag 2 shows, eentje om 14:00 en eentje om 6:30. Ik ga ze allebei en ga ik er naartoe. Want ik dacht, als ik dan toch in Antwerpen ben, dan kan ik dus goed die andere ook meepakken. Dus we gaan gewoon gezellig naar 2 shows. Dus ik neem jullie gewoon lekker mee. En ik hoop dat jullie wat aan de beelden hebben. Nou, dit is de outfit die ik aan heb. Ik heb mijn haar leuk in staartjes gedaan. Ik heb een groene blazer en dan dit eigen zelfgemaakte shirt helemaal leuk. Dus mijn accessoires zijn ook helemaal groen. Vandaag is groen. Dus heb ik helemaal op afgematcht. Ik heb een blazer voor de zekerheid mee. Omdat ik het gisteren in de trein best wel koud vond. Dus ik dacht, neem voor de zekerheid een blazer mee. En dan waarschijnlijk tijdens het concert kan ik hem nog altijd uitdoen. Dus ik heb laagjes aangedaan. Dus dat is wel handig. Want de ene keer Sportpaleis is echt bloedheet. En de andere keer is het koud. Dus ik dacht, ik doe voor beide opties. Ik kan een t-shirt aan doen en een blazer. Ja, en mijn make-up ook helemaal groen. Met groene glitters en groene eyeliner. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Ik ben er best wel blij mee. Ja, terwijl de hele stad nog wakker wordt, ben ik al onderweg. Ik pak zo meteen de trein naar Schiphol en vanaf Schiphol de Intercity direct. Dus ik ben er om 10:55 al. Dus dat is echt heel fijn. Ik zat er nog twijfel om eventueel in later te nemen, maar daar ben ik bang. Als ik nu zeg maar besluit om later te nemen, dat er dan zeg maar karma komt en dat ik dan mijn trein ga missen. Dus ik dacht, ik pak gewoon de trein die ik geboekt had. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Dus ja, ik moet even lopen naar het station. En dan pak ik zo lekker de trein. Maar gewoon lekker koptelefoon op, serietje aan. En dan vermaak ik me wel. Ik ben heerlijk in het rondlopen in Antwerpen, want ik heb nog een tijdje voordat het concert begint. Ik dacht, ik kan maar beter een trein eerder pakken dan te laat komen. Dus vandaar dat ik er nu al ben. Alleen, alles is nu dicht hier, dus dat is wel een beetje jammer. Ik heb wel een leuke magneet gescoord. Ik spaar magneten en dit was een magneet met een fiets. Wat me dan ook weer deed denken aan Caro natuurlijk. Dus dat was wel heel erg leuk. En nu ben ik een beetje gewoon rond aan het lopen totdat het tijd is om die kant op te gaan. Thank you.
zo luid meegebeeld. Maar gaan we jullie vragen om deze nog één allerlaatste keer mee te zingen met ons, samen. Als ik alleen ben, mag ik dan bij jou?